Mijn naam is Gert-Jan Mulder, bekend op Twitter onder de naam apenstaartje Mulder DR. En dit is mijn vierde vlog. Ik wil het nu hebben over een wat meer persoonlijk onderwerp. Ik heb net een glaasje bier gedronken en daarmee heb ik wat moed ingedronken. En als u goed kijkt, dat heeft u misschien gedaan, dan ziet u achter mij een hoofdsteun. En daaronder, daar hangt een elektrische rolstoel. De afgelopen 10 jaar zit ik in een rolstoel. En dat komt door een spierziekte. Het heeft ook een naam, die spierziekte. Het heet limb-girdle muscular dystrophy. Ik zeg er altijd bij dat als u zou mogen kiezen, omdat u toch een bepaalde ernstige chronische ziekte krijgt, dan beveel ik mensen altijd aan om die van mij te kiezen. Het is de meest vriendelijke spierziekte die iemand kan krijgen. Het is pijnvrij, ja, je verliest niet gevoel in je lichaam. Het heeft wat beperkingen, dat wel. Dus ik kan de afgelopen 10 jaar heb ik moeite met lopen. En de ledematen die worden op sommige plaatsen worden die aangetast. Dus ik heb problemen met het omhoog tillen van mijn armen. En door de jaren heen ben ik steeds meer afhankelijker geworden van de zorg van anderen. Het gegeven dat ik me daar door de jaren heen bij een stukje en beetje heb kunnen aanpassen. Bijvoorbeeld op het gebied van aanpassing in huis, rond en om huis, vervoer, verschillende auto-aanpassingen. Maakt dat het makkelijker is te accepteren en te verwerken. Mensen die van de een op de andere dag in een rolstoel terechtkomen, die hebben het vele, vele malen zwaarder. Dus dat is één. Het tweede, mensen die mij kennen, die weten dat ik een doorgaans vrolijk mens ben. Misschien kunt u dat niet zien op deze vlogs, maar vrolijk, positief. Ik leg gelukkig de nadruk op al die dingen die ik wel goed kan. En bekommer me minder om de dingen die ik niet meer kan. Ik denk dat het een hele wijze filosofie is die ik van andere mensen heb afgekeken. En misschien zit het gedeeltelijk in de aard van het mens, van het beestje en karakter. Ik heb ook om die reden, vanwege die voortschrijdende afhankelijkheid, heb ik gekozen om in 2004 in Uruguay te gaan wonen. Ik had kunnen besluiten om in Nederland te blijven, waar de voorzieningen op dat moment in ieder geval nog erg goed waren. Maar dat had één groot nadeel en dat was dat daar een grote afhankelijkheid aan zat aan ambtenaren. Nou vind ik het helemaal geen probleem, een tegendeel, om mensen die me helpen om daar dankjewel voor te zeggen. Maar in het geval van ambtenaren en in Nederland, in die situatie is dat eerder een verplichting dan dat dat een vrije keuze is. En ik zag daar enorm tegenop. Ik wilde niet mijn vrijheid verliezen. Ik wilde niet de regie uit handen geven aan andere mensen. En ik heb ook daarom besloten om in Uruguay te gaan wonen, waar die voorzieningen allemaal niet zijn en waar ik dat onder eigen beheer en op mijn eigen wijze zou kunnen organiseren. En dat is tot nu toe is dat heel erg goed gelukt. Nu moet ik ook dankjewel zeggen tegen mensen die me helpen, maar dat kan dan uit het hart en niet omdat het moet. En daar komt bij dat ik heb ervaren dat de mensen die me hier helpen, dat die, voor hen is het ook werk, maar dat het niet, zeker niet uitsluitend werk is, maar dat dat ook
met liefde kan. Goed, ik wilde dit ook even met u delen. Een belangrijk deel van mijn leven. Veel mensen die me voor het eerst ontmoeten, die weten niet of weten misschien niet helemaal hoe dat zit. Ze weten ook never, nooit niet wat ik mankeer. Dus ik dacht, laat ik dat maar even uitleggen. Het is toch altijd schrikken of altijd moeilijk voor mensen. Iemand in de rolstoel, de meeste mensen zijn er niet aan gewend. Dus ik dacht, laat ik dat maar eens even uitleggen. En tot slot, laat ik het verschil er maar gelijk bij aangeven. Af en aan ben ik al bijna 30 jaar in Zuid-Amerika. En ik heb ervaren dat mensen, als ze me ontmoeten, als ze met me praten in de omgang, dan kijken ze altijd eerst naar de mens en staat volstrekt secundair het feit dat ik in de rolstoel zit, terwijl ik in Nederland altijd de ervaring heb dat dat andersom is. Ze zien eerst iemand in de rolstoel en daarna kijken ze wellicht nog eens naar de mens die daarin zit. Dus dat is ook een factor van relevantie. Ik moet het hierbij laten. Hartelijk dank voor uw aandacht. En ik laat het hier even bij. Dank u wel.